Het speelveld in de luchtvaart wordt steeds internationaler. Wat nationale overheden daarin kunnen doen, steeds minder. De vraag is wat dat voor consequenties heeft voor Nederlandse partijen als KLM en Schiphol. De Europese netwerkmaatschappijen als KLM, Lufthansa, British Airways staan onder druk. Ze laten de afgelopen jaren niet al te beste financiële resultaten zien. En die druk komt niet alleen door de slechte economische omstandigheden, maar ook door toenemende concurrentie binnen Europa en buiten Europa. Met name die luchtvaartmaatschappijen uit het Midden-Oosten en Turkije zijn de afgelopen 10 jaar verschrikkelijk snel gegroeid. Ze laten hogere groeicijfers zien dan het industriegemiddelde. Veel hogere groeicijfers dan de Europese netwerkmaatschappijen. Overheden investeren grootschalig in de luchthaveninfrastructuur. Er liggen plannen voor luchthavens tot 160, 170 miljoen passagiers. En ook de vlootplannen van dergelijke luchtvaartmaatschappijen die zijn indrukwekkend. Emirates heeft 90 Airbus A380's op de verlanglijst staan. Nu is concurrentie iets van elke dag. Waarom zijn die golfmaatschappijen nu zo'n gevoelig onderwerp? Dat komt met name door het zogenaamde level playing field issue. De vraag die door Europese netwerkmaatschappijen en ook overheden wel gesteld wordt, is er sprake van een gelijk speelveld? Of ontvangen deze partijen wellicht direct of indirect staatssteun? Die toenemende concurrentie zet die Europese netwerkmaatschappijen en hun hub-operatie onder druk. En juist die hubs van die Europese netwerkmaatschappijen als KLM en Lufthansa zijn ontzettend belangrijk. Want ze zijn een belangrijke drager voor de verbondenheid van de Europese stedelijke gebieden met de rest van de wereld. Kijk alleen naar Schiphol. Dat KLM daar een hub heeft en veel overstappers vervoert, zorgt ervoor dat we een veel groter, met name intercontinentaal netwerk zouden hebben dan zonder die hub-operatie. Zouden we die transferpassagiers, die overstapper, wegdenken, dan zouden van het KLM-netwerk niet veel meer overblijven dan Paramaribo, New York en Curaçao, als we het hebben over lange afstandsvluchten. Dus die hub-operatie die is heel erg belangrijk en het zou grote economische consequenties hebben als die hub-operatie niet meer zou zijn. Nu is de vraag, wat doen we daaraan? Ik denk dat de oplossing voor het verbeteren van die concurrentiepositie van de Europese netwerkmaatschappijen in eerste plaats bij die maatschappijen zelf gezocht moet worden. Het terugbrengen van het kostenniveau door middel van herstructurering, waar dergelijke maatschappijen druk mee bezig zijn, maar ook consolidatie, het zoeken naar partners binnen Europa. Fusies en overnames is een trend die een aantal jaar geleden met Air France KLM-fusie is ingezet, maar die verdere kostenvoordelen met zich mee kan brengen. Het zoeken naar samenwerking. If you can't beat them, join them. Opnieuw is Air France KLM daar een goed voorbeeld. Samenwerking gezocht met Etihad. British Airways doet hetzelfde met Qatar Airways bijvoorbeeld. Dus de Europese luchtvaartmaatschappijen kunnen samenwerking zoeken, terugbrengen van de kosten om die concurrentiestrijd met die goedkopere maatschappijen in het Midden-Oosten aan te kunnen. Wat kan de overheid hier nu in doen? Ik denk dat het voor het level playing field issue de oplossing in eerste plaats gezocht moet worden op het Europees niveau. De Europese Commissie is bezig met initiatieven om een zogenaamde fair competition clausule te laten opnemen in bilaterale en multilaterale luchtvaartverdragen, waardoor er een borging is voor een gelijk speelveld met deze maatschappijen, bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten. Wat kan de Nederlandse overheid doen? Er ligt natuurlijk een taak voor de nationale overheid voor het zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Voldoende de juiste luchthavencapaciteit, goede landzijdige ontsluiting, luchtvaartverdragen. Het lastige is dat het speelveld in de luchtvaart in toenemende mate internationaal is en de beslissingen over wel of niet een hub in toenemende mate buiten de landsgrenzen worden genomen. En dat limiteert in essentie de bewegingsruimte voor de nationale overheid.